Dankjewel. Leuk om je in het echt te ontmoeten. Ja. En om zo'n ijsbreker. En je bent natuurlijk zelf ook ooit student geweest. Je hebt gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Klopt. Misschien kun je vertellen wat voor student was jij en waarom heb je voor die studie gekozen? Omdat we hier natuurlijk met onze studenten... Ja. Ik heb Nederlandse taal en cultuur aan de UvA gestudeerd. En dat was zeker niet mijn eerste keuze. Ik wilde gaan naar de theaterschool vroeger. Daar heb ik audities voor gedaan. Best wel ver gekomen, niet toegelaten. Daar toen heel soort... echt wel een beetje down van geweest. En toen dacht ik, oké, wat vind ik naast op het toneel staan... of iets doen, iets maken... ook leuk, wat beweegt me nog meer, dat is schrijven. Toen heb ik eerst een jaar Nederlandse docentenopleiding aan de HVA gedaan. Omdat ik had HAVO gedaan, dus ik kon niet meteen naar de universiteit. Oh ja, ja. Eigenlijk vond ik dat denk ik een leukere opleiding dan de universitaire opleiding die ik uiteindelijk heb gedaan. Omdat je daar veel meer verschillende vakken kreeg. Ik daar ook stage heb gelopen in middelbare school, dat vond ik eigenlijk heel leuk. Dat lesgeven beviel me wel. Maar ik had wel ook een soort idee. Ik heb op de vrije school gezeten. Gewoon basis en middelbare school. En dat was heel creatief. En dat was heel veel vrijheid. Maar niet echt soort... Ik kon bijvoorbeeld niet echt goed spellen. Dus ik maakte heel veel DT-fouten. Ja. Als je wil schrijven is dat best lastig. Natuurlijk, als je een goede redacteur hebt, kom je daar ook al mee weg. Maar ik dacht, volgens mij is het best wel goed als ik een soort basis leer in... bijvoorbeeld ook grammatica en hoe taal in elkaar zit. En meer daar ook theorie over. En toen dacht ik, daar is denk ik een universitaire studie best wel goed voor. Ook meer op verschillende manieren lezen. Dus dat ben ik toen gaan doen. En je hebt wel die andere studie... Ik heb mijn P gehaald. Toen kon ik doorstromen. Toen naar de UvA. Wat voor student was ik? Ik denk als ik... Sommige vakken vond ik superleuk, heel interessant. En dan was ik best wel een bevlogen student. Gewoon gemotiveerd. Dat waren wel altijd iets maatschappelijkere vakken. Dus we hadden dan bijvoorbeeld moderne letterkunde. Dat was een groot onderdeel waar ik ook in ben afgestudeerd. En daar had je dan bijvoorbeeld een vak over gender. Wat niet per se typisch soort neerlandistiek is. Maar dus wat ik zeg, meer maatschappelijk. Dat vond ik dan heel interessant. En gewoon überhaupt vakken waar je dan waar een boek een soort van je case study was. Dus waar je helemaal in een boek kon duiken. Dat helemaal kon ontrafelen. Naar een bepaalde thematiek zoeken. Daar dan weer over schrijven. Maar dat was wel echt de minderheid van mijn studie, dat soort vakken. Dus ik vond het best wel een taaie studie. Echt veel dingen vond ik niet heel interessant. Een soort van taalwetenschap. Maar je hebt het toch afgemaakt? Ik heb het afgemaakt. En daar ben ik wel blij mee. Ja, want misschien legt dat een goede basis voor wat je nu doet. Ik weet het niet. De D's en de T's, die heb ik goed onder de knie. Ja. En ik vind wel, juist ook wat ik zei met soort vrije school. En ik heb ook best wel, daar komen we misschien straks nog op. Maar ik daar ook veel over heb geschreven in mijn boeken. Maar ik kom uit best wel een beetje soort... huishouden van Jan Steen, best wel hippie ouders, niet heel begrensd. Mijn ouders hebben ook allebei geen studie afgemaakt. Dus ik had wel een soort voornemen van, ik wil het wel anders gaan doen. En voor mij is het best wel goed om wel zo'n soort basis te hebben. En in die zin ben ik wel erg blij dat ik het heb gedaan. Ja, dus echt doorzetten heb je gedaan. Ja, goed toch? En ik heb me natuurlijk verdiept in jou. En na schrijven doe je nog een heleboel andere dingen. Je maakt een podcast, je maakt ook een documentaire. Ik ben benieuwd, waar hou je nou je inspiratie vandaan? En hoe hou je die projecten, levend? Goeie vraag. Wat voor mij gewoon goed werkt, is om inderdaad veelzijdig werk te doen. Ik denk dat wel nog steeds mijn hoofdbezigheden qua werk ligt wel in het schrijven. En dan niet alleen boeken, maar ook bijvoorbeeld artikelen, columns, essays, interviews. Maar dat is wel nog steeds, denk ik, de kern van al mijn werk. Maar ik zou niet elke dag in mijn eentje in een spreekwoordelijk zolderkamertje kunnen zitten. En alleen maar met weet je wel, laptop voor je en schrijven. Ja. Dat werkt voor mij niet, juist omdat ik ook veel inspiratie voor het schrijven gewoon haal uit het alledaagse leven. Toch een soort midden in het leven, in de wereld staan, in de maatschappij. Zien wat er daar gebeurt, zien wat
me raak daarin, waar ik vragen van krijg, wat ik misschien moeilijk vind, ongemakkelijk, wat ik bij andere mensen zie. En daar dan weer over schrijven. En al het andere werk past daar heel goed bij. Ja, want die podcast, dat gaat over... Ja, de podcast Tussen Dertig en Doodgaan maak ik met Malou Holshuizen. Zij is ook schrijver. Doet ook heel veel andere dingen, maar ook schrijver. En dat gaat eigenlijk over alles waar je... Nou ja, wij zijn in de 30, dus we hebben het Tussen Dertig en Doodgaan genoemd. Maar eigenlijk is het, denk ik ook voor twintigers, maar bijvoorbeeld ook mensen... Nou, het is nou, Tussen Dertig en Doodgaan. Dus ik wou zeggen, ook mensen van 50, 60 luisteren. Maar ja, dat klopt ook. Maar dus ook wel jongere mensen. Maar het gaat gewoon over uiteenlopende thema's. Dus van een soort gevoel dat je moet voldoen aan verwachtingen, normen vanuit de samenleving. Tot liefde, identiteit, relaties. En hoe zijn jullie daarop gekomen? Nou, we deelden een kantoortje een tijd. Met ook andere freelancers. En... Ja, toen waren we gewoon een beetje aan het afgeven op al die mannen die op een gegeven moment een soort podcast hadden. Gewoon van die praatpodcast tussen mannen. Ja. En wat ons ook best wel stoorde was dat heel veel van die, het wordt nu kletspodcast genoemd. Dat het allemaal een beetje soort aan de ene kant veilig bleef. Dus dat mensen niet echt soort van het echt over gênante of moeilijke of ongemakkelijke dingen konden hebben. En dat we, ja, bij ons werk raken wij dat wel aan. Denk ook in de boeken die we schrijven, in de columns die we schrijven. Dus toen dachten we, nou, dat moet dan ook gewoon in podcastvorm. Want dat is wat mensen, waar mensen nu ook van houden. Dat wordt grootschalig geconsumeerd. Dus misschien moeten wij dat maar gaan doen. Leuk. Ja. Ja, gewoon wel een ander geluid laten horen. Ja, ja. Ja, denk het wel. En kan je iets meer vertellen over de documentaires die je maakt? Want het is op TikTok. Het is samen met de VPRO. Het is wel documentaire serie. Het gaat over vooroordelen en stigma's rondom dik zijn. Ik heb daar ook mijn eerste boek, Knap voor een dik meisje, gaat er eigenlijk ook over. En toen ben ik op een gegeven moment benaderd door de VPRO, omdat zij dus daar ook iets mee wilden. Maar ook vooral echt een jongere doelgroep wilde bereiken. Want vaak als het over dit thema gaat, is het best wel op een soort... serieuze, misschien een beetje belerende, niet echt genuanceerde, maar ook niet echt heel aansprekende of toegankelijke manier. En dat wilden zij wel. En toen bedachten ze dus van, wat is daar het medium voor? Dat is TikTok. Maar we willen het wel, dat is ook wel hoe denk ik de NPO werkt. We willen het wel ook voor alsnog breed kunnen inzetten. Dus we gaan dan ook gewoon een soort diepgaandere interviews doen die dan... Op de NPO-website inderdaad komen. Dus het was, het was een heel interessant project. Het was voor mij best wel nieuw, omdat ik ben ook niet een presentator of zo. Dus dat werd opeens wel mijn rol. En heel erg het gezicht daarvan. Dat past wel, maar het was ook gek. Want ik heb dat boek al in 2018 geschreven. In 2019 is het verschenen. Ja. En deze... TikTok en webserie hebben we vorig jaar gemaakt. Er zat best wel veel tijd tussen. Nou, ik ben nog steeds dik, dus ik loop nog steeds zeker tegen vooroordelen, stigma's aan. Maar ook heel veel... Het speelt niet een heel grote rol in mijn dagelijks leven. Nee, want ben jij veranderd of is de maatschappij veranderd? Nou, de maatschappij... de maatschappij is zeker wel een beetje veranderd. Er gebeuren... Überhaupt dat hier meer bewustwording over is, dat het niet meer een soort... dat als er fatshaming plaatsvindt, dat mensen daar iets over zeggen. Of ja, dat het gewoon niet kan, hè? Dat vind ik ook. Maar heel veel mensen vinden dat het nog wel kan. Alleen vroeger was soort van het grootste gedeelte van... is de eigen schuld, dikke bult, moet je maar gezonder eten, meer sporten, ligt in je eigen hand. En als je er niks aan verandert, dan moeten we dit allemaal gewoon kunnen zeggen. Nou, daar is zeker wel... Er is nu tegenwoordig ook een andere beweging die daar iets tegen inbrengt. Maar op grootschalig niveau is er nog niet echt systematisch iets veranderd, denk ik. Of dat gaat in ieder geval heel langzaam. Maar ik denk dat ik heb het gewoon voor een groot gedeelte... toch wel weten te accepteren dat dit is hoe ik eruit zie... dat ik daar niet mijn hele leven door wil laten beïnvloeden. Nee, zie je jezelf dan ook als een rolmodel hierin? En dat je daar... Nee. Waarom niet? Ja, omdat... Of in ieder geval, zeg maar... voor mij ben je een heel erg inspirerend persoon. Ik heb je boeken gelezen... waarin je je weg hebt afgelegd naar de acceptatie. Of ik kijk gewoon niet zo naar jou. Mm-hmm. Maar dat komt gewoon omdat je zoiets uitschat van... ik ben hier, ik heb een ander verhaal om te vertellen. Ja. Maar vind je dan niet dat je daar dan...
meer een beetje... Ja, maar kijk, ik denk dat wie zegt wel van zichzelf dat ze een rolmodel zijn. Ja, kijk, dit is gewoon... Voor mij is het natuurlijk... Ik heb deze weg afgelegd, wat jij zelf ook zegt. Ik heb het proces doorgemaakt. Voor mij, ik dat is heel waardevol. Dat was ook nodig, want hoe ik mijn leven... voor dat hele proces, voor dat boek schrijven... en alles wat daarmee te maken had, heb afgelegd... ja, leefde ik echt soort... mijn leven maar soort van voor de helft. Dus ik zette heel veel aan hold vanuit de gedachte... oké, als ik ben afgevallen, als het me is gelukt, soort holy grail... pas kan en mag ik dit. En daar soort van eigenlijk elk gebied wat je kan bedenken... of het gaat over carrière, over liefdesleven, over reizen maken... over kleding dragen, over... Gewoon alles, dat ontleende ik eigenlijk aan het feit dat ik niet dun was. Dus daarom mocht ik al die dingen niet doen. Dus ik zette heel veel aan hold, heel veel op de rem. Ja. En dat ben ik op een gegeven moment los gaan laten. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Maar ja, nogmaals, dat is wat ik, weet je, dat is mijn leven. Dus ja, en ik snap wel... waarom ik ook dat boek ben gaan schrijven... en ook waarom ik nu toch heb gekozen om die serie te presenteren voor de VPRO... is wel omdat ik zelf in mijn jeugd eigenlijk nog steeds mensen heb gemist die op mij leken. Ja. Leken. Ja, dus dan heb je, dus, waar we het net al over hadden, representativiteit. Ja. Dus, ja. Ja, dus in die zin, ik snap wat de functie ook kan zijn van het werk dat ik doe... dat ik me hierover uitspreek, dat anderen daar ook iets aan kunnen hebben... dus tuurlijk, dat snap ik. En dat nogmaals, dat heb ik zelf heel lang gemist. En ik rolmodellen of mensen, nogmaals, die zich uitspreken, die ruimte innemen, die niet aan een norm voldoen, maar die alsnog hun leven leiden zoals zij dat willen. Dat is zo belangrijk. Daar kan ik me ook aan optrekken als ik dat bij anderen zie. Ja, nou ja, zoals je nu zegt, klinkt het alsnog voor mij als een rol. Oké, dat is goed. Ja. Maar ga je nog door met die documentaire? Want dat komt niet... Nee, het was echt wel... We hebben het best wel lang gedaan. Volgens mij in totaal heeft het 3 maanden geduurd. Dus dat er elke week een interview met iemand die ook met deze thematiek te maken heeft... of die een expert is uit het veld, bijvoorbeeld uit de medische wereld... of diëtist is of onderzoeker naar bijvoorbeeld gewichtsdiscriminatie... hebben we die interviews gedaan wekelijks. En dus heel veel verschillende TikToks. Echt over van alles en nog wat. We hebben ook een eigen account. Dus die is gewoon nog steeds te zien. Daar zijn al die video's op te zien. Volgens mij zijn het echt wel 60 TikToks. En dus iets van 12 interviews. Dus het heeft best wel echt bijna elk gebied wat je kan bedenken. Rondom deze thematiek hebben we aangeraakt. En ik sluit niet uit dat er nog een vervolg komt. Maar op dit moment denk ik alles wat ik en ook wat mijn hele team met wie ik heb gewerkt wilde zeggen hierover, is wel gezegd. Maar ja, het is natuurlijk een onderwerp wat altijd, waar altijd ook weer ontwikkelingen in komen. Rondom de actualiteit zijn er natuurlijk vaak, weet je wel, dan is er weer een onderzoek of dan spreekt iemand weer op een negatieve manier uit. Of dan zie je juist weer meer positieve rolmodellen, bijvoorbeeld in films die ook dik zijn. Dus... Tuurlijk, er zal altijd wel iets zijn. Er zijn altijd weer haakjes. Dus misschien over een jaar komt er wel een vervolg. Of, en dat heb ik ook. Ik hoef hier niet meer alleen maar over te schrijven of te maken of me over uit te spreken. Nee, ik ben meer dan dat. Ik ben meer dan dat. Maar ja, dit is ook een thema wat wel heel erg dicht aan mijn hart ligt. Dus ja, waarschijnlijk ga ik er altijd wel nog iets over maken of zeggen. Ja. Verschillende momenten. Je bent meer dan dat, want je zingt ook, toch? Of zing je niet meer? Ja, soms. Maar niet, ik heb wel in die zin, dat hoorde wel heel erg bij dat idee van, ik wil op het toneel staan. Sluit ik ook niet uit dat ik dat nog wel eens ga doen. Ik vind het gewoon heel, dat vind ik zo fijn aan het werk dat ik nu kan doen. Dat ik, gewoon de basis is, ik wil verhalen vertellen die nog te weinig worden gehoord. Perspectieven belichten die te weinig worden gehoord. En dat kan natuurlijk in heel veel verschillende vormen. Ja, ook met en zingen. Ook met zingen, ook met misschien inderdaad een theatersolo maken... waar bijvoorbeeld muziek een grote rol speelt. En dat is voor mij ook, dat is denk ik het belangrijkste in mijn leven. Gewoon muziek en de verhalen die daarin worden verteld. Oh, wow. Dus dat sluit ik niet uit. Maar het is niet meer... Ja, schrijven heeft ook wel een beetje de plek ingenomen die zingen ooit had. Het is echt een manier om het te uiten en om dingen te vertellen die ik op andere manieren misschien moeilijker vind. Nou, dat is een mooi haakje naar je laatste boek, hè? Zal je nooit meer. Is dat, heb je daar ook iets, want daar heb je het, de dood van je moeder in verwerkt. Kan ik dat dan ook zo
teruglezen met hoe je dat gedaan hebt met schrijven? Ja, nee, zeker. Dat heeft daar ook mee te maken. Het heeft best wel een lange aanloop gehad. Eigenlijk bij mijn eerste boek, wat dus hoofdzakelijk ging over die stigma's rondom dik zijn, ontkrachten of in ieder geval bevragen. Toen schreef ik eigenlijk over mijn eigen leven tot dusver. En toen kwam daar ook een hoofdstuk in voor waar het ging over de ziekte en uiteindelijk het overlijden van mijn moeder toen ik 16 was. En eigenlijk, ja, wat je natuurlijk best wel vaak hoort, is dat mensen, als er iemand doodgaat, dat ze, nou, je hebt die verschillende fases, maar dat mensen die toch wel over het algemeen, misschien niet lineair, maar allemaal een beetje aantikken. Dus een soort ongeloof, onmacht, maar ook woede, ook verdriet, ook dat je helemaal soort platgeslagen bent, dat je niks meer kunt. Ik ben eigenlijk soort van jarenlang in die ontkenning blijven hangen. Dus aan de ene kant deed ik alsof het niet waar was. Kon ik niet soort onder ogen zien dat mijn moeder nooit meer terugkwam. Aan de andere kant ging ik gewoon altijd alleen maar soort door op de automatische piloot. Ik wilde niet zielig gevonden worden. Ik wilde sterk zijn. Ik had het gevoel dat ik het leven gewoon moest uitspelen zonder dode moeder. Ik wilde niet dat dat het voornaamste aan mij was. Dat mensen, ja, dat je zo'n stempel kreeg. Precies, van, ja, oh, dat is dat meisje met die dode moeder, echt zielig. Dat, ja, wilde ik niet. Maar ja, wat er is gebeurd is dat ik eigenlijk haar dood niet heb verwerkt. Dat zij ook helemaal niet. Natuurlijk miste ik haar ook wel eens. Of ik dacht wel eens aan haar. Ik moest ook heus wel eens huilen. Maar dat was echt op één hand te tellen. Over misschien, of nou, op twee handen denk ik. Maar misschien één of twee keer per jaar dat ik daar iets omheen voelde. Ja. Dat het binnenkwam. Maar verder eigenlijk niet. En toen was ik zo eind 20. Ik was dat boek aan het schrijven over dik zijn. Ik zat toen in therapie voor mijn eetstoornis die ik had. Dat heeft ook heel erg een functie ingenomen in dat niet verwerken. Want ik gebruikte wel of niet eten. Dus of ik had eetbuien of ik, nou ja, hongerde mezelf eigenlijk uit en was heel erg extreem aan het sporten. En dat was een soort manier om controle te hebben, om maar niet te hoeven voelen, om niet naar binnen te gaan. Zorg als soort afleiding of verdoving. Nou, was daarvoor een therapie. En toen kreeg ik ook zo de diagnose of soort label uitgestelde rouw. Okay. Nou, daarom dacht ik toen, ja, uitgestelde rouw, ja, wat, ja, zegt dat? Of wat, hoe ga je, wat moet ik hiermee doen? Hoe ga je alsnog, nou, was toen bijna 13, 14 jaar nadat zij dood was gegaan, kreeg ik dat label. Dus toen dacht ik, ja, hoe ga ik dan nu nog alsnog rouwen? Ik weet bijna niet eens meer wie mijn moeder was, zeg maar. Ik weet niet eens meer hoe het leven was met haar. Dus dat voelde heel gek en heel, heel, ja, abstract eigenlijk. En toen dacht ik dus wel van, oh ja, schrijven. Dat heb ik op mijn eerste boek gemerkt. Toen was ik een beetje zo de journalistiek ingerold. Stukken schrijven, nou, nog steeds rondom dik zijn, maar ook rondom andere thema's waarbij ik soort ongemak, schaamte, iets voelde schuren. Of wat dat bij andere mensen zag. Dus vaak over, ja, thema's als onderdrukking, uitsluiting, ja, et cetera. En toen dacht ik wel, schrijven heeft voor mij echt die functie gekregen om, als ik vraagtekens heb, als ik de wereld of mezelf of de ander niet begrijp, om een soort van laag dieper te komen door gewoon te onderzoeken. Door te onderzoeken in het, ja, schrijven. En toen dacht ik, nou, als ik nu deze uitgestelde rouw wil gaan onderzoeken, wil onderzoeken wat dat voor mij betekent, hoe ik daar nog last van heb, of ja, over wat het is. Wat het is, ja, dan kan ik dat volgens mij als beste doen om hierover te gaan schrijven. Om een soort onderzoek naar mijn moeder te starten. Van wie was zij? Op wat voor manier heb ik haar nooit leren kennen? Omdat, weet je, dat is natuurlijk ook als je gewoon jong bent, dan is je moeder gewoon je moeder, je vader gewoon je vader. Als je die allebei nog hebt. Je leeft gewoon samen in een huis. Niet altijd, maar weet je, dat, het is, ja, gewoon heel erg vanzelfsprekend. Maar, ja, je weet niet echt met wat voor personen je te maken hebt. Dat komt meestal pas in je volwassen, ja, leven. En dat heb, ja, ik natuurlijk nooit gehad met haar. En toen dacht ik, nou, als ik er nu over ga schrijven, dan kom ik misschien wel in die soort diepere lagen. En dat is gebeurd. Ja? Ja. Dus was het boek dan helend voor jou? Het boek was eerst echt een blok aan mijn been. Want ik heb het tijdens COVID geschreven, of tijdens gewoon een pandemie.
En het was, dat was natuurlijk al voor iedereen was dat een heel gekke, ontwrichtende en ook heel eenzame tijd. En ik ben toen ook nog eens een soort van vol in dat rouwproces eigenlijk gegaan. Want uiteindelijk liepen die rouw en het schrijven heel erg synchroon. Dus ik dook in haar leven. Er waren opeens nog allemaal oude dagboeken van haar. Dat was natuurlijk aan de ene kant een soort schatkist. Aan de andere kant ook heel intiem. Want ja, dan heb je opeens 30 dagboeken van je moeder over haar hele leven beslaan. Dat is gewoon ook heel onwerkelijk, maar dat was ook heel bijzonder. Toen kwam ik ook achter best wel een soort, ja, echt wel grote, heftige familietrauma's van haar. En ik heb dat allemaal eigenlijk soort van in mijn eentje doorgeleefd en doorwerkt. En uiteindelijk is het zeker helend geweest. Maar het, ik heb ook op echt heel veel punten gedacht. Oké, moet ik hier wel mee doorgaan? Moet ik überhaupt dit boek wel gaan schrijven? Mensen gaan dit lezen. Het was zo persoonlijk en zo. En ook nog eens de vraag, mag ik? Want het gaat niet alleen over mij. Het gaat over mijn moeder. Het gaat over mijn familie. Ja. Het, weet je, het is gewoon. Ja, het is best wel niets ontziedend of zo. Maar. En hoe heb je dat dan aangepakt? Als je, nou ja, het gaat er inderdaad over meerdere mensen. Nou, ik wilde het eerst meer een soort van, net zoals mijn eerste boek, echt non-fictie en ook meer bijna een soort dagboekachtige vorm krijgen. Toen heb ik ervoor gekozen om het te fictionaliseren. Dus we hadden net al voordat we hier, voordat het interview officieel begon, hadden we het even erover toe. Stelde je allemaal vragen van, oh, hoe zit dit, hoe zit dat? Ja, het is ook wel echt gefictionaliseerd, dus niet alles is één op één waar. Ja. Disclaimer. Dus dat, daar heb ik voor gekozen qua vorm. Om dat iets meer verhalender te maken. Dat het ook soms wel iets verder van mij als persoon afstond. Maar uiteindelijk, en dat is denk ik wel in bijna al het werk dat ik doe, tot nu toe heb ik altijd ervoor gekozen om juist wel soort tot die kern te gaan. Ook al is die soms lelijk en vinden mensen misschien ook soms ongemakkelijk om bepaalde dingen te lezen. Of denken ze van, waarom ga jij zo ver? Of hou dingen bij jezelf. Niet alles hoeft in de openbaarheid. Ik heb er in mijn leven zoveel last van gehad dat heel veel niet in de openbaarheid mocht. Dat heel veel werd weggemoffeld onder het tapijt. Dat ik niet te veel ruimte mocht innemen. Zowel qua lichaam, maar ook qua, weet ik veel, gevoeligheid. Of emoties voelen en toelaten. Dat was ook, bij mijn ouders was het ook heel erg moeilijk. Ze deden ook altijd alsof het gewoon goed ging. Ja. Heel erg die soort van dat vermijden en mooi weerspelen. Ja. En ik was er zo klaar mee, dat ik ook dacht, ja, ik ga dit verhaal gewoon vertellen en ik zie het wel daarna. En hoe waren je reacties dan? Van, nou ja, misschien van je familie of op het boek? Wat het was. Ja, wisselend. Met sommigen ben ik wel echt ook goed het gesprek aangegaan. En die, voor hen was het uiteindelijk ergens ook misschien wel helend dat ik een soort van voorzet hiermee heb gedaan. Dat we daardoor ook het gesprek zijn gaan voeren. Maar met een deel ben ik ook wel echt gebroken. Omdat het gewoon niet meer paste. Omdat zij alsnog een soort van die oude manier van doen hadden. Namelijk, het bestaat niet. Of we doen alsof het niet bestaat. Dus dan is het er niet. Ja. En ja, ik kon daar echt niet meer in meegaan. Of ik wilde daar niet meer in meegaan. Ja, dat is ook best dapper. Toch? Ja. Ja. Dat was dus niet. Dat was dus echt. Dat was dus. Dat was niet gefictionaliseerd. Ja. Ja. Oké. En in dat boek van Ik zal je nooit meer vertel je ook dat je als klein meisje naar de Biep ging. En dan daar ging lezen. En toen moest ik aan mijn eigen dochter denken, die dat ook leuk vindt. En ik vroeg me af, want ja, jongeren lezen soms niet meer zoveel. Heb je nog een tip hoe je het lezen leuk kan houden? Want lezen vind ik toch wel een verrijking. Ik ga ervan uit trouwens dat jij veel leest. Ik lees heel veel, ja. Ja, maar dat, ik vind dat altijd wel voor mij een lastige vraag. Want ik heb dat altijd al zoveel gedaan. En voor mij is het juist heel natuurlijk. Maar ik denk dat het toch begint met jezelf niet van alles opleggen van, oh, ik moet. Want dat hoor ik echt wel vaak om me heen. Dat mensen zich dan bijvoorbeeld ook verexcuseren of zo, dat ze een thriller lezen. Of dat ze, weet je, dat het allemaal zo heel erg literair moet zijn of hoogdravend. Ik denk dat het daarmee begint, dat je dat loslaat en dat je kijkt, oké, maar wat is mijn smaak? Ja. En dat is natuurlijk met heel veel dingen, maar toch vooral als begin een soort van basis in opbouwen. Dus dat je gewoon elke avond een half uur voordat je gaat slapen, of juist als je opstaat, gewoon begint met iets lezen. En dat, weet je, het kan ook een tijdschrift zijn, of
een blog. En ja, ik vind het zelf gewoon heerlijk om wel in een soort boek van papier, weet je wel, weg te duiken en gewoon even een hele andere wereld te zijn. Maar ja, niet voor iedereen werkt dat. En ik denk hierin, ja, vind wat voor jou werkt. Ja, vind ik wel een goede tip. Laat dat los van dat stukje literatuur. Ja, van het moet hier aan voldoen. Zo'n ja, lezer moet ik zijn. Dat probeer ik ook, maar ja. Dat is wel een goede tip. Je hebt ook een nieuw contract getekend voor een ander boek, had ik gezien. Klopt. Hoe ver ben je daar? Of kan je daar al iets over vertellen? Ja, dit wordt een roman. Dus dit wordt ja, echt fictie. Of ja, echt fictie. Dit is alweer dat je dan weer zo in genres gaat. Zo, wat is echt fictie? Maar het gaat in ieder geval niet over mij. En dat is wel, daar had ik ook even heel erg behoefte aan. Dat ik soort, ja, dat ik ook, want ik heb tot nu toe dan in mijn schrijven ging het wel vooral over mij. En nogmaals, ook wel gefictionaliseerd. En ook in mijn journalistieke werk, ik doe veel interviews. Weet je, dus het is niet dat het allemaal, dat ik overal een soort van in het centrum sta. Maar op veel manieren wel. En dat is gewoon hoe het is gelopen. Omdat ik die verhalen een soort urgentie voelde van ik wil of ik moet het nu vertellen, het moet eruit. En dat ook dus wel in de maatschappij het idee had van oh, dat is nu is het moment of dit is zinvol. Of hier hebben misschien andere mensen ook iets aan. Maar eigenlijk ben ik begonnen met schrijven. Dat begon dus eerst met dagboeken. En op een gegeven moment werden dat meer ja, een soort poëzieflarden. Ik weet het niet echt gedicht hoor. Maar gewoon een soort kortere teksten, korte verhalen. Dat was echt fictie. En dat is gewoon nog steeds, denk ik, wat ik, nou, wat ik in ieder geval ook wil doen. Niet per se het liefst, maar wat ik ook wil doen en verder wil ontwikkelen. Dus dat ga ik nu doen. Het is wel dat het weer begint met een gebeurtenis die ik ook zelf heb meegemaakt. Kan je daar wat over vertellen? Ja, vorig jaar was ik zwanger. En dat was niet gepland. En op dat moment wilde ik het ook echt niet. En toen heb ik voor een abortus gekozen. Dat is best heftig. Ja, dat was. Ik heb me daar best wel op verkeken. Ik zit heel erg in een feministische bubbel, zowel qua de mensen waar ik mee omga, als ook qua werk. En ik heb het grootste gedeelte van mijn volwassen leven ging het heel erg over oké, we moeten dat recht op abortus bevechten. En het is belachelijk dat het op zoveel plekken niet vanzelfsprekend is, dat het wankelt. Nou, dat vind ik nog steeds. Dat zou ik altijd vinden. Ja. Maar dat, of niet maar, en wat ik wel heel erg heb gemist in dat gesprek over abortus in de media, in de ja, openbare wereld, maar ook in bijvoorbeeld literatuur, is dat het vaak niet gaat over ook dat je er ambivalentie omheen kan voelen. Dus dat het inderdaad, dat je zowel lichamelijk als mentaal, emotioneel, hoe je het wil noemen, dat er heel veel bij kan komen kijken. En dat is wat ik wel ervoer. Ik onderging, of ik koos ervoor. Het ging heel makkelijk. Het was geen bedenktijd ook meer. Ik kon naar een kliniek. 3 dagen later was het eigenlijk gebeurd. Ja. En daarna kwam eigenlijk pas de hele nasleep. Daarna kreeg ik pas een soort van, niet per se twijfel. Het is nog steeds echt oké dat ik het heb gedaan. Maar toch ook wel echt een soort rouwproces. En dat je ook meer je gevoelens durft toe te laten. Ja, alleen ik vond het dus heel moeilijk. Omdat ik bijvoorbeeld ook reacties kreeg van oh, maar wees blij dat je in Nederland woont, want hier kan het zo makkelijk. En wees blij dat je nu weet dat je in ieder geval vruchtbaar bent. Dus dan, als je dan wel ooit een kind wil, dan gaat het waarschijnlijk goed. En allemaal dat soort dingen die best wel een soort ergens bagatelliseerde. Dat ik me er echt best wel lang heel wankel om voelde. En dat ik echt nog maanden later super hormonale schommelingen had. En last van mijn lichaam. En dat ik daarbij ook het idee had van wow, ik heb dit soort verhalen eigenlijk echt nog nooit gehoord. Terwijl, heb je toen met iemand gesproken toen? Of hoe heb nou, je dat toen heb ik wederom er iets over geschreven. Oh. Voor het Parool heb ik toen een essay daarover geschreven. En toen had ik een oproep op mijn Instagram geplaatst. Toen kreeg ik echt honderden reacties van mensen die iets soortgelijks hadden gevoeld. En natuurlijk iedereen anders. Maar wel dus zo die gewoon heel veel verschillende gevoelens of gedachtes naast elkaar. Ja. En nogmaals, dus niet per se van oh, spijt of oh, het is niet goed dat ik meteen voor een abortus kan kiezen. Daar gaat het helemaal niet om, in ieder geval niet bij mij. En ook niet bij de meeste mensen die ik heb gesproken. Maar wel van dit gesprek, dus dat het echt best wel zwaar of impactvol kan zijn. Naast dat we het recht ook moeten bevechten en het daar ook over moeten blijven hebben. Ja, daar mag echt wel meer ruimte voor komen.
Ja. Dus ik heb dat essay geschreven. En toen, toen ontstond ook het idee om hier fictie over te schrijven. Omdat juist met dit soort grote gebeurtenissen of ervaringen vind ik het dus ook naast ook non-fictieboeken of dus journalistieke dingen hierover te lezen, vind ik het ook erg fijn om het in romanvorm, wederom wat ik net ook zei, helemaal zo in zo'n wereld te kunnen duiken. En er zijn echt heel weinig romans, vooral in de hedendaagse tijd, die over, in ieder geval als groot thema abortus hebben. En vooral dat het dus over die soort, waar meer plek is voor nuance of voor soort grijstinten of voor heel veel dingen naast elkaar. Want dan, je hebt bijvoorbeeld een heel, heel mooi roman van Annie Ernaux, maar dat zegt zo in de jaren 60 volgens mij. En zij kiest dan ook voor abortus, maar dat is nog illegaal. En dat is gewoon een heel ander soort verhaal. Maar goed, dat is dus het beginpunt van mijn roman. En dan, het speelt zich af in Amerika, op het moment dat de abortuswet daar aan het wankelen is. Dus vorige zomer. Nee, je hebt dus bewust voor Amerika gekozen. Ja. Dus het is wel het is een Nederlandse vrouw. Uh-huh. Zij gaat voor werk naar New York. En dan komt ze daar eigenlijk ook zo terecht in die zomer, waar natuurlijk ook heel veel demonstraties zijn om het recht te bevechten. Zij verliest zich eigenlijk helemaal in activisme. Maar staat dus niet stil bij haar lichamelijke en emotionele signalen. Dan gebeurt er van alles, waardoor ze op een gegeven moment toch wel echt onder ogen moet zien. Dat hoe ze haar leven leidt en hoe ze dus niet emoties reguleert, niet naar haar lichaam luistert, dat het daar echt opbreekt. En dan komt er nog een heel vervolg aan vast. Maar ik zit nog echt vol in het schrijfproces, dus ik weet ook niet eens zelf hoe het eindigt. Okay. Maar heb je wel een idee wanneer het gaat verschijnen? Het streven is dat het, duurt echt nog wel even hoor, maar dat het voorjaar 2025 verschijnt. Oké. Dat kunnen we in de gaten houden. En dan had ik een vraag over, in je eerste boek, daar schrijf je en dan groei je eigenlijk op als meisje. En in je laatste boek dan ben je volwassen geworden en dan zonder moeder. Mm. Dat zijn zware thema's. En ik vroeg me af, met wat je mee hebt gemaakt, heb je nog een tip aan onze studenten hoe je onder zulke omstandigheden toch het beste ervan kan maken? Ja. Ja, wel een grote vraag. Je mag hem opdelen. Ik zit de hele tijd met mijn rug naar jullie toe te praten. Sorry, dat is echt. Voelt een beetje raar, maar een beetje draaien. Het moet ook voor deze camera. Ik kan er niks aan doen. Maar we kunnen hem opdelen. We kunnen hem opdelen. Ja. Kijk, ik denk wat voor het belangrijkste is voor mij, is juist omdat het voor mij een soort van. De traditionele familie is nooit vanzelfsprekend geweest. Bij jou? Bij mij. Ja. Dus ik heb gewoon best wel vroeg in mijn leven, en dat is de afgelopen jaren alleen nog maar sterker gegroeid, ben ik me echt gaan omringen met mensen waarbij ik soort van het gevoel heb dat ik helemaal mezelf mag zijn met alles wat daarbij komt kijken. Wat vaak best wel veel gedoe is. Ik ben best wel een soort, ik ben best wel een intens persoon. Ik voel veel, ik ben daar ook wel vocaal over. Dat heb ik wel geleerd. Want vroeger dus alles onder het tapijt en of alles ging. Dat doe ik niet meer. Maar ook wat betreft gewoon wat ik van de wereld vind. Of wat ik zie. Of ik spreek me gewoon uit. En dat ik denk dat mensen dat ook leuk vinden en interessant. Goed, toch? Dat is goed, maar dat is soms ook vermoeiend en veel. En dat gesprek gaat gewoon altijd door. Ja. Maar ik heb dus heel veel mensen om me heen verzameld die dat aankunnen en die zij zijn aan mij gewaagd, ik ben aan hen gewaagd. En dat, weet je, het gaat nu natuurlijk heel vaak over een soort chosen family. En dat is ook weer bijna een soort modebegrip geworden. Wat ik dan meteen heel irritant vind, dus dan wil ik me daar weer tegen keren. Ja. Maar het is wel, dat is wel echt het belangrijkste. Dat je gewoon het gevoel hebt van, vooral als je dit soort, en iedereen heeft dat in minder of meerdere mate, maar als je dit soort processen aangaat waar je door allemaal shit van vroeger heen gaat, of waar je nu mee te maken krijgt in de samenleving waarin we leven, waar heel veel mensen wel te maken krijgen met discriminatie, racisme, onderdrukking, op wat voor manier dan ook. Dat is gewoon echt veel. En als je dan ook nog allemaal dingen van vroeger, misschien zelfs, weet je wel, van je voorouders met je mee sleept, dan is dat heel veel om in je eentje te moeten doen. En dus dat is echt, daar ben ik gewoon elke dag, sta ik daar ook echt wel bij stil van, wow, ik heb dat echt,
Ik heb er heel erg geluk mee, in de eerste plaats. Of tenminste in dat boek, hè? Ik ga er weer vanuit dat dat echt is. Al je vriendinnen. De basis is, ja, nee, de basis is echt. Ik heb echt geweldige vrienden. Ja. Ik heb wel, want wat ik net zei, het concept familie, of ja, ik noem het dus ook concept. Nou, dat laat al zien dat het ver van me afstaat. Maar concept familie is niet vanzelfsprekend, maar mijn broertje en zusje zijn echt, daar heb ik zo'n goede band mee, zo sterk. Een heel fijne vriend. Nog zo flarden daaromheen. En dat is, ja, dat is voor mij, dat maakt het ook mogelijk dat ik dus dit soort processen ook aan durf te gaan. Ja. Dus dat, en nogmaals, daar heb je deels geluk mee, maar het is deels ook natuurlijk dat je je wel ook openstelt naar mensen, dat je de verbinding aan durft te gaan en dat je een soort kwetsbaar durft op te stellen. Kwetsbaar op durft te stellen. Ja, en daarbij, voor mij is schrijven, is daarin ook van levensbelang geweest. Dat klinkt meteen zo heel zwaar, ook een beetje zo van levensbelang geweest. Maar dat, en ik denk dat iedereen wel zoiets kan vinden in dienstleven, dat je het gevoel van, oh, hierin kan ik me uitdrukken. Hierin, ja, kan weer alles van mezelf een soort van uiting vinden. En dat, kijk, voor de een kan het schrijven zijn, voor de ander kan het in sport vinden, weer iemand anders in video's maken of collages of tekenen. Of, maar dat je ergens eruit laat. Ja, eigenlijk uitlaatklep. En ook, ja, voor mij, ik vind het ook heel fijn echt dat uitspreken. En dat je het gevoel hebt van, en dat is natuurlijk, daarin voel ik me ook, weet je, daarin heb ik ook een privilege dat ik die ruimte nu ook krijg. En dat ik, weet ik, voor artikelen mag schrijven. Of dat ik hier word uitgenodigd. Of dat is natuurlijk niet, dat krijgt niet iedereen zomaar. Maar het is wel, dat helpt me wel ook echt. Dat gesprek met anderen aangaan, dialoog opzoeken. En eigenlijk al deze dingen, nu ik het ook zo uitspreek, gaat erover om het niet allemaal bij jezelf te houden. Nee, maar te delen. Te delen, ja in verschillende vormen. Ik denk dat dat wel een goed advies is. Ik noem dat altijd thuis, ja, je hebt supporters om je heen nodig. Want in je eentje lukt dat niet. En als je de goede supporters om je heen hebt, dan, nou, lukt heel veel. Ja. Alles, maar dat lukt in ieder geval een heleboel. Ja, zeker. Ja, ik dacht, we kunnen misschien nu doorgaan naar de vragen in de zaal. Anders ga ik, dat doe ik net als in mijn klas, dan ga ik gewoon mensen aanwijzen. Ja, dat doe ik serieus. Heftig. Maar wel op een leuke manier. Ja. Eigenlijk naar aanleiding van jouw vraag over studieplan. Mm-hmm. Ik ben aan van, ik ben eerst leraar opleiding Nederlands en dat vond ik misschien nog wel leuker. Ja. Zie je jezelf ooit nog wat over de klas gaan staan en hoe niet? Ja, ik denk het wel. Ik weet niet of ik dat nu al zou doen, want ik het, ja, ik zie het ook wel echt als een grote verantwoordelijkheid eigenlijk. En het is volgens mij super zwaar, wat ik gewoon hoor van docenten op, uit alle verschillende. Ben jij ook docent of niet? Nee, mijn moeder. Oh ja. Ja, volgens mij echt een beetje op elk niveau, ja, overal, of het nou inderdaad middelbare school, basisschool, hogeschool, universitair is, het soort, het is een heel hoge werkdruk. En nogmaals, ik wil dan ook wel, ik wil het niet, weet je wel, een dag dan doen. Dan zou ik echt wel een soort van gecommitteerd aan willen zijn. Maar het lijkt me wel, het lijkt me heel mooi werk. Ik vind het ook heel leuk om met, ja, jongeren te werken. Of te omgeven. En ik, ja, dit is wederom iets, als je het hebt over rolmodellen. Ik heb echt gewoon een paar docenten in mijn leven. Dat is vooral middelbare school, maar ook wel een paar, ja, dan op de universiteit. Maar die me gewoon zo erg hebben geactiveerd, ja, in bepaalde onderwerpen. Of nou, vooral dus in mijn geval echt ook mijn docenten Nederlands hebben heel veel gedaan in de manier waarop ik naar teksten ben gaan kijken en hoe groot de rol van literatuur eigenlijk in mijn leven is gaan spelen. En dat lijkt me heel bijzonder om dat, ja, anderen ook bij te kunnen brengen. Ja, dus ik, dat sluit ik zeker niet uit. Wat een gastlesje geven hier. Nou, wie weet. Nou ja, ik wil je bedanken voor je openhartigheid. En, ja, ook bedankt. Nou ja, je mooie antwoorden en je visie op het leven. Thanks. Dankjewel.